Robin is ontstaan als project binnen TNO Defensie en Veiligheid in Den Haag. Ja. In 2010 heb ik die technologie overgenomen om daar een bedrijf van te maken. We zitten nu op de Binkhorst in de voormalige Smart Garage. Oh, ja. Ja. En sindsdien zijn we de systemen gaan doorontwikkelen om geschikt te maken voor de civiele markt. Dus op Schiphol staan nu Robin systemen. En in windmolenparken staan nu op zo'n 18 plekken in Europa Robin radarsystemen uit Den Haag. Hartstikke mooi. En die zijn eigenlijk allemaal om vogels te detecteren. Ja. En toen in 2014 kwam de Nederlandse overheid met een oproep voor hulp om drones te detecteren. Dus wat is nou de uitdaging met drones? Ze zijn heel klein. Militaire systemen waren onvoldoende in staat om die drones te detecteren. En als ze al konden zien, dan konden ze het verschil niet bepalen tussen een drone en een vogel. Ja, ja. Nou, er zijn 38 bedrijven die gereageerd hebben. Ja. Wij zijn nummer 1 geworden. Oh. En dat komt omdat het natuurlijk onze kernactiviteit is om naar kleine doelen te kijken, ja, met radar. Dus uit achter jou, ik weet niet of je kan zien. Ja. Zien we zo'n drone radar? Het ziet er echt inderdaad hartstikke netjes uit ook. Hè? Hardware, dus wat je ziet is eigenlijk maar een klein onderdeel. De truc zit hem vooral in de software. Ja, ja. En die software die zorgt ervoor dat we kleine doelen op grote afstand kunnen zien. Maar dat we ook drones van vogels kunnen onderscheiden. En dat doen we door naar technische woorden micro-doppler te kijken. Dat betekent we zien de snelheidsverschillen binnen een object. Ja. Daarmee kunnen we de rotorbladen van een drone detecteren. Oh, ja. Aangezien een vogel geen rotor snel heeft, dan halen ze op die manier uit elkaar. Oh, ja. We hoorden ook iets van hoe je vogels weg kon jagen met laser. Doen jullie dat ook? Ja, ja. Nou, dat is een bedrijf, heet Bird Control Group van Steiner. Ja. Jong ondernemer, die zit in Delft. Ja. En daar werken we wel mee samen, want wij detecteren de vogels en hij kan ze verjagen. Het is zelfs zo dat we samen op een beurs hebben gestaan in Dubai en in Duitsland laatst. Zo. Dan gooien we onze budget op één hoop en dan is het veel leuker en gezelliger om samen op de beurs te staan. Ja. Bijna groot Den Haag, hè? Ja, Delft. Precies. Ja. Ja. En ik ben natuurlijk een Haagse website, dus ik ben nogal positief over Den Haag. Ik vind dit dus echt hartstikke gaaf dat dit weer een Haagse vinding is eigenlijk. Ja. Ja. Je hebt ook ervaring bij de G7, hoorde ik. Klopt, ja, ja. Toen wij in Nederland de opdracht van het ministerie van Justitie wonnen, kwam dat in de media. Ja. Dat is gezien door Duitse bedrijven. Die hebben ons gevraagd om samen te werken. Dat zijn dan Duitse defensiebedrijven die manieren hebben om drones uit de lucht te halen. Ja, ja. Wij doen natuurlijk alleen maar de detectie. Ja. We hebben samen een testopstelling gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat we gevraagd zijn om de G7 Summit. Met alle wereldleiders daar. Om die te beschermen tegen drones. Dus er heeft een Haags radar op het dak gestaan. Van Schloss Elmau tijdens de G7. Ja, helemaal vergeten. Hier gaan naar dat beeld. Ja? Hier zie je dus al die groene objecten, dat zijn vogels. En die rode, dat is de drone. Ja, ja, ja. Dan zie je ook hoe belangrijk het is om die uit elkaar te houden. Want als die afgaat bij iedere vogel, dan heb je continu lange. Ja, precies. En dat kunnen jullie heel goed onderscheiden dus. Ja. Het rood geeft alleen maar het signaal van... Nou, de rode betekent dat die gemarkeerd is als drone. Ja. Maar dan wordt het signaal verstoord, waardoor die uit de lucht valt. Ja, ja. En er zijn manieren om met een electromagnetic pulse, een beetje wat een magnetron thuis doet, in het groot, maar ook daarmee in de war te brengen dat die neerstort. Oh, ja. Ja, want ik kan me herinneren uit de tijd dat ik nog met modelvliegtuigjes bezig was, dat er altijd iemand aanwezig was die kon al die frequenties checken. Ja, ja. En die kon dan zeggen van, hé, kijk uit, want je bent bijna buiten bereik. Ja, ja, ja. Dus zo, okay. Dat, ja, ja. Oké, nou, hartstikke bedankt en succes. Ja, jullie ook. Succes. Dankjewel. Hoi.